Ten eerste Rocco, hoe gaat het? Het gaat heel erg goed, want we zitten vlak voor de aanvang van de boekpresentatie en het aansluitende feest. Dus ik heb er zin in. Nerveuze periode dit? Nee, niet, heb ik niet echt meer gelukkig. Okay. Alleen maar gewoon heel erg zin erin. Nou, voordat ik verder ga over het boek en over het festival, wil ik even terug naar het begin. Ja. Als je hier zo het terrein op fietst of aankomt rijden en zo, wat voor gevoelens brengt dat op? Nou ja, dat is voor mij natuurlijk thuiskomen. Ik heb hier altijd gewoond in de buurt. Ik fiets hier nog altijd regelmatig. Ook als ik geen evenement heb, dan fiets ik hier of dan jog ik hier. Of ga ik een biertje drinken of sappie halen of een kop koffie drinken. Het is een mooi terrein, het Westergasterrein. Met de gasthouder natuurlijk als ultieme taart. En ja, dat boek, dat is geschreven, het mooie Awakeningsboek, is 20 jaar Awakenings. Ja. Zo lang ben je al bezig. Wanneer je hier bent, denk je dan ook even terug naar het begin en waar je allemaal bent begonnen en waar je nu bent? Dat heeft het boek heeft dat gedaan. Okay. Van dat je echt stilstaat en achteruit kijkt. Want ja, wij zijn nu alweer bezig met de Oud en Nieuw specials zoals ze hier zullen zijn. De line-up is klaar voor Amsterdam Dance Event. Zover werk je eigenlijk vooruit met in de evenementen. Dus dit was een mooi moment om echt te beseffen wat is er een hoop gebeurd. En heel erg leuk. Als we even teruggaan, weet je nog wat voor jou initieel de aanleiding was om te denken van ik wil een feest opzetten wat er nog niet was? Nou, ik kwam naar Amsterdam in 1988. Dus helemaal het begin van de eerste houseparty zoals zoals ze toen nog heette. Dus het niveau van de feesten, de organisatiegraad was heel laag. Dus toen had ik al vrij snel het idee van dat kan ik ook of dat kan ik zelfs beter. Dus het niveau om in te stappen was laag, zeg maar. Dan was het snel bedacht van nee, dat kan ik ook. Of dat wil ik anders. Ik was niet helemaal tevreden over de muziek soms of de logistiek. Okay. Dacht ik, nou, dat ga ik zelf doen. Ja, en ik denk dat het niet alleen een carrièrepad voor jou is geweest, maar ook echt een passie, die muziek. Zeker, maar wanneer is die precies? Ja, nou, is dat ontstaan? Ik kwam dus naar Amsterdam in 88 en ik ging naar reggae concerten, maar ook naar heavy metal concerten. Ik had vrienden die waren punk, new wave, praten 1988. Dus je had heel veel andere stromingen. De wereld zag er behoorlijk anders uit. En ik hield eigenlijk van ik had een hele brede smaak muzikaal. Ik ging allerlei feestjes en concerten. Maar toen ik de eerste echte houseparty, dat was in 1989, Black Love Cabaret, van jongens die kwamen uit Chicago. En die brachten de pure houseparty hier naartoe. Toen ben ik even een aantal jaartjes in de tunnel gezeten. En dan was het alleen maar house voor mij, wat de klok sloeg, zeg maar. En heb ik weinig andere feestjes bezocht dan houseparties en dan de Roxy erbij. Wat maakt house en dan techno, wat maakt dat zo speciaal voor je? Nou, in de tijd was het natuurlijk, het was allemaal nieuw. Het was allemaal 100% nieuw. Dus je hoorde allemaal muziek die je nog nooit had gehoord. En het was elektronisch. Er zat een beat in die natuurlijk wat harder ging dan de gemiddelde muziek. Het was de hele vibe, het is moeilijk te omschrijven, maar het was duidelijk vers, nieuw en ik was meteen verkocht. Okay. En dat vind ik wel interessant, want in de afgelopen jaren is elektronische muziek, house, techno, het allemaal flink gegroeid. Dus hoe zie jij die ontwikkeling van die muziek? Nou ja, voor Awakenings is dat natuurlijk goed geweest, want zodoende was het mogelijk om te groeien. Ja. He, we doen nu 5 keer de gashouder. En dat is nodig, omdat natuurlijk de show die we nu willen neerzetten, die is zo gigantisch groot en mooi, maar ook duur. Dus dan heb je ook echt meerdere shows nodig
om dat allemaal te kunnen betalen. Kijk, vroeger hingen er een paar lampen en ja, dat was allemaal nog niet zo ontwikkeld. Ja. Dus ja, dat het zo'n groei gemaakt heeft, het is alleen maar mooi wat mij betreft. Had je dat toen je ermee begon? En ik heb een stukje in het boek gelezen dat het de eerste, ik geloof het eerste festival, ik weet niet per se of dat Awakenings was, maar dat was financieel voor jou niet heel goed. De eerste jaren heb ik hier, ik ben hier al begonnen eind 93, dus ik had al zeg maar 3,5 jaar heb ik kunnen oefenen. Hier. En dat was niet altijd even succesvol, dat klopt. Ja. Ga verder. Dus het was aan de. Weet je, dan deed je oud en nieuw, dat was vol. Ja. En dan door het jaar heen had je soms feesten dat het moeilijker vol liep. Tot ik in 1995 boekte ik The Prodigy. Voor 9000 gulden, dat is nog een mooi verhaal. Ze hadden net het tweede album uit. Luister naar die eerste twee albums, want dat zijn voor mij echt de sleutelalbums. Daarna werd het voor mij veel te hard en veel te herrie. Dus het geluk van Awakenings is dat ik er al 11, 12 feesten had gedaan in de gashouder. Dus dat ik het ook een beetje onder de knie had in deze locatie. Maar kon je op dat moment voorspel ik zeg maar waar het naartoe ging? Kon nee, je voorspel maar dat het was voor mij. Was er een nieuwe wereld opengegaan en die was zo krachtig dat eigenlijk al die andere muzieksoorten die stonden opeens heel erg achter me. En ik ging alleen nog maar voor de house. Okay. Later is dat wel weer wat genormaliseerd, hè? Maar ik had een gezonde focus, laat ik het maar zo zeggen. Okay. En ja, we zijn dan nu 20 jaar verder. Is jouw benadering, en in de tussentijd is natuurlijk heel veel gebeurd, je hebt een stuk verkocht en weer een stukje bijgekocht. Ja. Dus is jouw benadering heel erg veranderd? Nee, er is helemaal niks aan veranderd aan mijn benadering, want voor mij is het nog steeds een rave die ik neerzet. En daarin wil ik de beste zijn, dus ik wil de beste line-up, de beste lichtshow, ik wil vernieuwend zijn. Ook in muzikaal, visueel. Ik heb toen verkocht, weer een gedeelte weer aandeelhouder geworden. Dat maakt voor mij niet zoveel uit of ik nou 0% of 100% of 50% heb van het merk wat het onderhand geworden is. Voor mij is het een way of life, dus ik ga altijd gewoon vol gas erin. En dat is je leven, dat is je passie, dus dat is je. Ja, dat sla je er niet meer zomaar uit, hè? Dat is, Wanneer kwam het idee om een boek te gaan maken over wat je doet en waar je bent? Het boek, idee, dat kwam van Arne, hij staat daar. Dat kwam al in 2006. Begon hij al. Volgend jaar 10 jaar Awakenings. Ik zei, er is nog te weinig gebeurd. Ja, laten we een boek maken. Zei, laten we nog even wachten. Dus toen kwam hij terug in 2011. Zei hij, 15 jaar Awakenings volgend jaar. Ik zei, zat toen even niet lekker. Ik was net aan het verhuizen. Of ik zeg, Arne, we doen het met 20 jaar doen we het. Dus toen begon hij hem al vanaf jaar 18 al. Hey Rock, we doen het, we gaan het doen. Ja, we gaan het doen. Nou, uiteindelijk hadden we toch nog vrij laat het knoopje doorgehakt. Dus we hebben het gedaan in een maand of 8, geloof ik, Arne. Ik zou zeggen 5. Halfjaartje. Maar als ik het boek zo zie, dat is dan een flinke klus geweest. Ja, dat is een flinke klus geweest. Dus ik doe het ook nooit meer. wat veranderde voor jou na 20 jaar? Waarom niet na 15 jaar, maar waarom nou, wel 20? Ja, weet ik niet. Het heeft zo. Er was echt. We hadden echt, denk ik, een goed verhaal. Er is een hoop gebeurd. Zeker de afgelopen jaren natuurlijk enorme groei gehad, buitenland gedaan. Ja. Het festival is een tweede dag geworden, dus dan ga je in één keer van 35.000 naar 70.000 bezoekers. Dus ik had het idee van, nu hebben we echt wel iets te vertellen. Wat is jouw eigen favoriete herinnering aan een van de festivals? Nou ja, de herinnering, de eerste Awakenings in 97, dat ik eigenlijk voor het eerst ook
tevreden was, helemaal tevreden was over de gashouder, hoe die eruit zag, hoe die klonk, de line-up, alles. Toen ging de gas dicht in eind 99, toen moesten we 4 jaar wachten, dus toen kwamen we weer in de gas terug. Dus de opening van de nieuwe gashouder, beter geïsoleerd, betere dansvloer. Ja, dat was helemaal te gek. 2001, het eerste festival, was ook een fantastisch moment. Meteen 10.000 bezoekers en het was lekker weer. Het stond meteen. Dus dat zijn toch wel de top 3 van mooie herinneringen. En je noemt die line-up. En nou, tegenwoordig heb je veel meer festivals. En je doet het er gewoon. Ik denk elk weekend is er minimaal wel 1 techno of house festival ergens hier in de Randstad. Wordt het voor jou moeilijker daardoor om de line-up te krijgen die je wil of die je voor ogen hebt? Nee, het wordt niet echt moeilijker, want ze willen op rekening staan. Dat staat bovenaan het lijstje, bij iedereen eigenlijk. En natuurlijk is het zo dat ze kunnen op een ander feestje het dubbele verdienen. Mm-hmm. Dus dat schuurt af en toe wel een beetje, maar de status van Awakenings is zo groot dat ze er altijd gewoon bij willen zijn. En, dus het is niet heel veel moeilijker om die DJ's te boeken. Die willen ook uiteindelijk dus hier staan, op de aftermovie zijn, willen in zo'n locatie staan als dit, willen in zo'n show staan als dit, willen op het grootste technofestival van de wereld staan. Dat gaat altijd nog goed, maar ik heb ondertussen wel een boeker aangenomen. Want ik deed dat vroeger allemaal zelf, maar dus ik ben wel bij iedere boeking nog betrokken, maar zijdelings, zeg maar. En wat je ook zegt, dat het afgelopen jaar enorm groeit, heel veel bezoekers, ik geloof 1,5 miljoen over al die jaar. Over 20 jaar, dus dat valt er nog wel mee. Maar laatste jaar zijn het 150.000 per jaar, dat is wel pittig veel. Dus en dat is wel interessant, want waarom denk je, en dat is misschien een beetje een vage vraag, maar waarom denk je dat het zoveel mensen aanspreekt? En niet alleen Awakenings, maar dit soort feesten? Nou ja, ik denk dat de muziek, dat voor mij greep die techno die toen zeg maar halverwege de jaren 90 opkwam, die Europese techno, dat leek weer heel erg op die rave sound die ik eigenlijk eind jaren 80 zelf ontdekte. Ja. En voor mij was het toen duidelijk, dit is de sound. Nou, nu wordt die sound breed omarmd, wat voor Awakenings ook alleen maar goed is, want uiteindelijk als je van die sound houdt, moet je natuurlijk ook een keer bij Awakenings geweest zijn. En als je er dan komt, dan besef je, dit is de original techno party. En nog steeds de beste. Ik ben niet helemaal objectief natuurlijk, maar dus ik vind het alleen maar leuk dat er zoveel technofeestjes zijn en ook zoveel festivals zijn. Voor mij is het belangrijk dat je eind van het festivalseizoen zegt, hey, Awakenings was toch het vetste, weet je. En dat is gelukkig wat ik nog in algemene zin dan wel hoor. Dus. En hier op dat is ook de uitdaging dan. Mm-hmm. En hierop aansluitend dan, wat zou je willen dat mensen die totaal niks met techno hebben, totaal niks met nog niks met techno hebben, of niks weten over Awakenings, hoe wil je dat zij het festival zien? Nou ja, die heb je genoeg, want die komen af op de productie die waanzinnig is, die gaan mee met vriendjes, komen dan en best wel een aantal daarvan die zijn daarna wakker, awaken, herboren, zeg maar. Dan gaat hetzelfde lichtje en het luikje open als ik toen zelf had eind jaren 80. Dus dat is mooi om te zien. Ze worden ook gegrepen door het technovirus. En dat is ook een vraag die ik net aan Arne stelde. Waar zie jij, en voor jou is dat misschien omdat jij echt de organisatie doet, waar zie jij het festival nog naartoe groeien? Nou ja, voor mij hoeft het niet zo heel erg te groeien. Want in principe, dit is de basis. Hè? Okay. Dat zijn 4000 mensen in 1 zaal die een feestje vieren. Die sfeer is nog net zo goed als 20 jaar geleden.
voor mij is dit eigenlijk, eigenlijk het ideale feestje. Het is eigenlijk gewoon een grote club. Hè? 4000 man, één zaal, één gevoel, één vibe. We maken daar een gigantische show. Visueel, muzikaal. Dus ja, heel veel beter kan het dan eigenlijk niet. Dus ja, voor mij hoeft het... ik heb niet zo heel veel ambities meer. Als laatste dan, wat hoop je dat mensen wegnemen of meenemen van het boek? Nou, het boek vertelt het verhaal over hoe het vroeger was, hoe het begonnen is. 50 interviews van DJ's. Nou, wat ze mee kunnen nemen is dat de awakening echt is. Dat het niet is verzonnen. Het is ontstaan. En dat Nederland er trots op kan zijn, denk ik.